Martin van Peenen, interim trainer van Heerenveen. Je flikt het vanmiddag weer. Tweede keer. Weer drie punten. Ja, op het moment hebben we de wind in de zeilen. Het gaat goed. En, we zijn ook niet de lulligste ploegjes waar we voor winnen. En de ploeg wordt alleen om recht. Het gaat echt fantastisch. Wat heb jij veranderd bij deze ploeg? Nou, waarschijnlijk. Ja, wat heb ik veranderd? Ik denk niet eens bizar veel. Maar een stukje sfeer wel natuurlijk ingebracht. Fantastisch opgepakt door die gasten. Ik ben meestal wel wat luchtig, niet wat ik graag zei, niet te veel opdrachten. En als je een goede voetballers hebt, vullen ze het zelf in. Dus zoveel doe ik nou ook weer niet. Wat zeg je voordat je de kleedkamer uitgaat, de wedstrijd in? Ja, hup. Nee, wel een verhaaltje eventjes, maar dat heeft eigenlijk niks meer met de wedstrijd te maken. Meer van om het even op te pompen en dat is het. Alle reden voor een feest, maar je kan om 6 uur ook nog naar Rijsoord gaan kijken. Ja, nee, dat klopt. Die spelen tegen LSC, dat krijgen ze allebei. Maar daar ga iemand anders maar lekker kijken. Ik ga naar de kantine hier bij RVVA.